Nevel en Van den Brink. Vanavond op Nederland 1. Ja, en dan een protestactie van Nederlandse binnenvaartschippers in Duitsland. De schippers lijden grote economische schade. Ze kunnen soms dagenlang niet verder, doordat Duitse sluiswachters staken. Die sluiswachters organiseerden vandaag een grote protestbijeenkomst in de plaats Minden in Westfalen. De binnenvaartschippers hielden een tegendemonstratie, want ze zijn het oponthoud helemaal zat. Onzekerheid, gederfde inkomsten en frustratie. Het wilde bij mij niet in dat in een geciviliseerd land zoals Duitsland is, dat ze hier niet tot een oplossing kunnen komen. De schade van schipper Popke Hoornstra uit Lemmer loopt de afgelopen weken flink op. Door de stakende sluiswachters ligt hij meer aan de wal dan dat hij vaart. We zijn helemaal klaar mee. Het is gewoon het idee dat je zo tegengehouden kunt worden. Zo geschikaneerd kunt worden in het uitoefenen van je beroep. En de bedrijfstak die wordt niet alleen in een kwaad daglicht gesteld, maar financieel is het ook een catastrofe. Hoornstra en tientallen andere schippers grijpen een demonstratie van de sluiswachters aan om ook hun geluid te laten horen. Het is heel desastreus. Iedere schip wat per dag ligt kost 1000 tot 2000 euro. En als je dan over 1000 schepen praat die per dag stil liggen door deze karakter van staking, dan is dat onverantwoord. De sluiswachters voeren actie tegen bezuinigingen, waardoor mogelijk 12.000 banen verdwijnen. De tegenactie van de Nederlandse schippers snappen ze, maar onder de indruk zijn ze niet. Wenn die Fluglotsen streiken, sind die Leute in den Urlaub fliegen betroffen. Es gibt immer Leidtragende. Wir machen aber von unserer Seite auch. Man sagt, wir werden ruiniert. Das kann ich nicht beurteilen. Jeder Streik fordert Opfer. Das ist in jedem Streik so. Und das ist auch bei uns so. Ja. Nou ja, je kunt je gewillig naar de slagbank laten leiden, maar je kunt ook proberen er wat tegen te doen. Normaal gesproken zeggen ze elkaar vriendelijk gedag. De sluiswachter en de binnenvaartschipper. Maar vandaag staan ze dus loodrecht tegenover elkaar. En hun conflict kan nog wel even duren. Ik kan mij voorstellen als er straks eens een keer een hele groep schippers bij een sluis legt, dat het wel eens uit de hand kan lopen. Die sluiswachters willen met hun acties in ieder geval nog doorgaan tot de Duitse verkiezingen. En die zijn op 22 september. De diefstal van eindexamens op de Rotterdamse Ibn Galdoen-school heeft...